Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar Natalie Skyhook. Vandaag wil ik jullie laten zien hoe PicMonkey werkt. Met deze fotobewerkingswebsite kun je bijvoorbeeld achtergronden van een foto weghalen, nieuwe achtergronden invoegen, stickers toevoegen, kleuren van foto's veranderen, allerlei dingen veranderen voor een foto. Je kunt jezelf ook een touch-up geven, dus make-up toevoegen en dergelijke. Ik ga beginnen met design. Daar kun je verschillende formaten kiezen. Je kunt ook kiezen zelf om een formaat in te voegen. Ik ga nu even voor square. Ik wil heel erg graag laten zien hoe je een achtergrond kunt wissen. Dus ik ga eventjes naar stickers. Dan ga ik naar mijn eigen. En ik gebruik nu eventjes deze. Een foto van een ketting, een hanger. Waarvan ik gewoon de achtergrond weg wil hebben. Ik ga nu ook de ketting weghalen, maar je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen. Je hebt hier verschillende grootte qua gum. En ook hoe hard of dat je gum zeg maar is. Ik hou van een zacht randje, dus dat doe ik vaak. En ik haal eerst even het grootste gedeelte weg. Hier zie je dus basic en eraser. Eraser betekent dus gum. En zoals je ziet kun je dus op deze manier, ik doe het nu niet al te netjes, maar op deze manier kun je dus gummen. En hoe netter je dit doet, want je kunt natuurlijk ook de gum natuurlijk ook kleiner maken, hoe mooier het eindresultaat zou zijn. Maar voor deze tutorial maakt dat niet heel erg uit. Het gaat om het idee in deze tutorial. Ik wil hem hier wel wat kleiner hebben. Oh, dat is wel heel klein. Zo. Voor deze video vind ik hem eigenlijk al bijna goed genoeg. Het gaat bij deze video om het idee. Nou, als je dan weer iets wil veranderen hier, dan druk je op basic. Heb je nou een foutje gemaakt, dan druk je op de kwast. En dan kun je dus dit weer terughalen. Even heel duidelijk om te weten. Druk je op basic, dan kan ik dus de afbeelding groter en kleiner maken. Of veranderen van kleur. Zo. Als ik nu een achtergrond wil toevoegen, dan druk ik op textures. Je kunt hier verschillende kiezen. Die met een kroontje zijn voor een abonnement. Maar je kunt ook gewoon lekker je eigen achtergrond kiezen. Kies dan wel altijd een Tumblr background. Ik zal het zo meteen even typen hoe je dat schrijft. Of ik doe dat eerst wel even hier bij tekst. Ik schrijf heel even hoe je dat schrijft. Het tekst. Als je dit zoekt. Een Tumblr background en dan kun je bijvoorbeeld als je je Frozen voorzet, kun je een Tumblr background van Frozen vinden. Dat is heel belangrijk, want deze achtergrond heeft geen andere achtergronden in zich, maar zo schrijf je dat dus. Goed, we waren bezig met een achtergrond toevoegen. Ik ga naar Your Own, Open My Texture en dan kies ik bijvoorbeeld sneeuwvlokken. En we hebben een achtergrond toegevoegd. Dan drukken we wel op Apply. Je kunt hier nog voor kiezen om het, ja, van kleur te veranderen, zoals je ziet. Nou, ik kies lekker voor zwart-wit nu. Apply. En dan kun je bijvoorbeeld nog kaders toevoegen. Schaduw toevoegen. En dus tekst toevoegen. Dat heb ik net al even vlug laten zien. Je kunt ook effecten toevoegen. Probeer vooral dingen uit. Ja, zwart en wit. En alsof het vriest is ook echt heel erg leuk om toe te voegen. Sepia. Ja, de meest bekende zitten er eigenlijk allemaal wel in. En boogie shapes, die vind ik zelf heel erg leuk. Daar krijg je allemaal vlekken, maar dat zie je nu niet, omdat dit een zwart-wit achtergrond is. Zie je het niet heel erg duidelijk. Ja, probeer het uit. Ga er lekker mee spelen. En ja, je kunt ook stickers dus van hun toevoegen, zoals je kunt zien. Kijk. Deze stickers, kijk, zo een hartje. Hou daar alleen wel rekening mee dat de stickers waar een kroontje bij staan, dus voor een abonnement zijn. De rest van de stickers zijn allemaal gratis. En je kunt er ook voor kiezen om hele thema's te doen. Je kunt van jezelf bijvoorbeeld ook heel erg grappig. Kijk, thema, Winterland. Kijk, Snowfall. Chili, Frost. En zo krijg je hele, ja, thema's. En dat is, vind ik wel heel erg leuk. En zo kun je dus ook als je jezelf, zeg maar, maakt. Of je geeft jezelf een touch-up.
Dan kun je dus ook zelf bijvoorbeeld een fanpie van jezelf maken. En ja, voor nu hou ik het hierbij, want anders wordt het filmpje denk ik veel te lang. Dus voor nu, hoe doe je met Pikponky een foto achtergrond verwijderen en een nieuwe achtergrond of stickers en tekst toevoegen? Een volgende keer laat ik zien hoe je jezelf kunt bewerken, een touch-up kunt geven. Bedankt voor het kijken naar Nathalie's Kreahoek en tot de volgende keer!